Suriname wordt de laatste weken blootgesteld aan een verruwing van de criminaliteit. In kader daarvan heeft de waarnemend president van de Republiek Suriname, Ronnie Brunswijk, vandaag een persconferentie gehouden die erop gericht was de samenleving te informeren over de te nemen maatregelen vanuit de regering. Het waarnemend staatshoofd zegt dat de regering niet zal toekijken dat de criminaliteit steeds ergere vormen aanneemt. Maar u moet weten dat de criminaliteit de regering zorgen baart. En ik kan ook met ze praten, de criminelen moeten weten dat de politie niet gaat schromen om ze op te pakken. Op te sporen, al waar ze gaat zijn, gaan we ze halen. Minister, u zit naast mij hier. De opdracht moet gegeven worden. Die mensen die het leven zuur maken voor de Surinamers, voor hardwerkende Surinamers. De onveilige situatie die we krijgen door een aantal mensen. En je ziet, vroeger kunnen ze roven, maar nu schieten ze mensen dood. Je bent niet veilig in je eigen huis. Als je onderneemt, ben je niet veilig. En ik zeg ze van hieruit, minister KC, jullie zitten hier. Je moet jullie lui oppakken en opsluiten. Ja? Hard optreden tegen de criminelen. Maar het kan niet zo zijn wanneer de politie hard optreedt. Dat je ja, de goede toe zit hangen. Maar wanneer ze die mensen doodschieten hier, dan zit iedereen te kijken. De politie gaat hard optreden zonder aanzien des persoons, zegt Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie. De minister betreurt ten zeerste de verschillende aanvallen die haast elke dag gepleegd worden en onderstreept dat elke vorm van criminaliteit aangepakt zal worden. De bikers moeten weer operationeel worden. Net zoals we op verschillende stations bikers hadden, ze moeten weer komen. Meer bikers op straat, zodat de controle op scholen optimaal en elke week moeten jullie moeten op die scholen zijn. We moeten onze kinderen niet overlaten aan de invloeden van zware criminelen en dergelijke. Toch? In het afgelopen jaar hebben we enkele wetten aangenomen om bepaalde vormen van criminaliteit aan te pakken. Ik noem bijvoorbeeld de aangescherpte verkeerswetgeving. En voor het afgelopen jaar hebben we, als ik me niet vergis, 20 minder slachtoffers gehad in het verkeer. Maar het is, we verkeren niet in een hoera-stemming. Toch? We verkeren helemaal niet in een hoera-stemming. Omdat de handelingen die zich voordoen in het verkeer ons nog steeds zorgen baren. Defensieminister Krishna Kumari Mathura heeft met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid ook haar toezegging gedaan preventief vanuit het ministerie te zullen optreden. Door middel van verhoogde surveillances meende bewindsvrouw criminaliteit te gaan ontdekken.